Lieve Hooli Girls, daar zijn we weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Hooli Girls, de podcast. En hoe is het met jullie, Marie en Jane? Ja, goed. Goed. Vond echt leuk. Ja, vorige keer. Ja, heel echt leuk de eerste keer. Ja? Ja. Lulde lekker. Ik voelde de dynamiek goed. Het is natuurlijk even spannend, maar ja. Ik had eigenlijk voor het eerst het idee dat we een gesprek voerden met elkaar. Ja, een normaal gesprek. Een normaal gesprek, ja. Zonder ruzie, zonder iets. Nou, dat gevoel had ik eigenlijk ook bij jullie. Ja. Het was toch wel even spannend. Ook omdat we het hadden over de kerstspecial. Daar hebben we nooit zo uitgebreid over gesproken. Klopt. Ik had het wel warm. Ja, toch wel? Ja, zeker. Weet je, zet ons in een kamer neer. Weet je nooit wat er gaat gebeuren. Oh ja. Oh. Nee, het is allemaal nog heel en alles staat hier nog. Staat er en, nog. Ja. Dus dat is helemaal mooi. Het is helemaal prima. Ja, we hadden het vorige week ook over de middelbare school. Mm-hmm. En ja, middelbare schooltijd. Jullie hadden allebei ook over het spijbelen. Ja, ja. Spijbelde jij veel? Hoe was jij veel spijbelde? Ja. Hoe was jij überhaupt op de middelbare school? Hoe lang is het geleden? Waar zat je op school? Ja, ja, ja. Nou, dat is voor mij het gevoel alweer 60 jaar geleden. Nou. Nee, maar ik was als kind was ik echt heel druk. Dus ja. Ik was echt heel veel aan het voetballen. Veel buiten op straat. En ja, school, dat was niet mijn leukste tijd ook. Ik had niet heel veel vriendinnen of zo. Mm-hmm. Heel veel met de jongens ook. Dat is Jane. Heel veel one of the guys. Ja. Mm-hmm. En ja, ik was brutaal. Dus ik was wel degene die het spijbelen soms dan ook wel eens, ja. Hoe was je met docenten? Niet altijd even goed. Nee? Nee, niet. Ik voelde me vaak onbegrepen, joh. Ja, ja, vaak dat ik dacht van, nee, we zitten niet op één lijn. En is dat, als je terugkijkt, omdat je een puber was, dat je je onbegrepen voelde? Of was dat ook echt zo? Ook, maar ik was ook wel een van de weinige Marokkaanse meiden. Oh, in mijn klas. Dus dat maakte ook wel het verschil, denk ik. Waardoor ik me onbegrepen voelde. Een kloof, ja. Ja, ja. En ik denk ook dat ik me vaker ook wel misschien getest voelde door leraren. Van oké, jij weet het wel toch? Dus laat maar zien. En dat, ik hou daar niet van. Dat iemand me echt in een positie duwt van laat maar even zien of zo. Dan, ja. Of ik ga dan extra hard. En ik denk van oké, je gaat me testen nu. Oh, ja. Nu ga ik je laten zien ook. Had je wel eens ruzies gehad met docenten? Ja, ik heb wel eens een tafeltje omgegooid, ruzie? Hoor. Ik heb wel eens een tafeltje omgegooid. Ja. Oh, dus jullie lijken wel op elkaar als ik het ik heb wel eens, in de klas eventjes deze gedaan. En ik moest de klas uitgezet. Ik begreep niet waarom, want ik was niet degene die aan het praten was. Dus ik werd gewoon onterecht beschuldigd van iets. Maar ik weet nog zo goed. Mm-hmm. Dat ik onterecht werd beschuldigd door de aardrijkskunde docent. En ik dacht bij mezelf, nee, je gaat, hoe ga jij ermee om? Als iemand zegt van je hebt dit gedaan, terwijl, je weet toch? Ja, lastig. Je wordt natuurlijk boos. Dat is een eerste menselijke reactie, lijkt me. En ik hij niet wilde laten me, varen. Snap je? Hij wilde me eruit sturen. En ik had zoiets van, nee man. Blijf zitten. Ik blijf zitten. Tuurlijk. En toen moest ik eruit. En toen... Oh. Nog een paar woorden erachteraan. En toen ben ik eruit. Ja. Het is sowieso heel je klas ook bijgebleven. Ja, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar nee, dat... Ik was niet om mondje gevallen. Maar ook niet echt dat ik heel veel vrienden had of zo. Oh, ja. Nee. Nee, dat niet. Over het algemeen niet een hele leuke tijd. Over het algemeen was ik wel blij dat het gewoon wel klaar was, ja. En ja. Ben je daarna nog een studie gaan volgen? Ja, daarna ben ik gaan studeren en mijn hbo-studie afgerond. Want wat heb jij gestudeerd? Communicatie. Oh, heb ik dus nice. Een beetje de mediahoek opgezocht. Maar ik voetbalde altijd. Ja. Dus ik heb altijd gevoetbald op het hoogste niveau. En ja, dus dat was echt, voor mij was dat de focus. School was erbij. Het ging wel altijd goed met cijfers en zo. Daar zorgde ik wel voor. Maar mijn focus was echt voetbal. Uh-huh. Ja. Oh, ja. Dat was mijn nummer 1. Je voetbalde in Zeist, toch? Ook. Jouw hometown. Hey, zo komen het rondje toch wel weer zo bij jouw elkaar. Jouw hometown, ja. Zeist. Ja. Ik was laatst nog met Creators FC ik in Zeist. Ik zag het in de tent, dacht ik, hallo. Ja, ik dacht echt nog, hey, dit is wel die hometown van Marie. Misschien moet ik er even bij, maar het was ook laat en zo. En, ja. Next time, ja. Wat heb jij gestudeerd, Marie? Ik heb heel veel dingen gedaan en niet afgerond. Ik was 15 toen ik klaar was met de middelbare school. Dat is echt jong. Ja. Ja, en dan moet je een keuze gaan maken van wat wil ik nou? Je moet gaan kiezen tussen een opleiding die je misschien de rest van je leven gaat doen. En ik denk dat dat best wel veel druk is voor zo'n jong persoon. Vind ik nog steeds. Maar weet je, mijn moeder die wou of dat ik dokter werd of advocaat. Dus ik ging voor juridisch medewerker, zakelijke dienstverlening. Klonk fucking interessant. Zo, Marie. Maar ik was er nooit. Ik had 20% aanwezigheid. Ik spijpelde ontzettend veel. Leerplicht kwam kijken. Oh, joh. Bureauhalf echt, kwam joh? Kijken. Oh, joh. Ja, en zeiden, niet meer doen hè, Marie. Want anders, zei, nee, niet meer doen, niet meer doen.
Marie, toch wel doen. Maar waarom had je niets met school in die tijd? Ik had veel andere leukere dingen te doen. Chillen. Oh, je bent al in die puberleeftijd, hè? Ik was zo... Ik zette mijn hakken zo in het zand toentertijd. Ja, dingen liepen niet zo lekker thuis. Dus ik ging de lol natuurlijk opzoeken. En een lol wat ik had. Maar goed, ik was onder de 18. Dus ik moest vrijwilligerswerk gaan doen. Bij de ezelopvang. Dus dat vond ik wel uiteindelijk leuk. Oh. Oh, zo. Ja, en daarna heb ik nog heel veel dingen gedaan. Ik heb geprobeerd mijn FAVO te doen. Dacht ik, chillen nog steeds leuker. En uiteindelijk heb ik mijn diploma gehaald voor evenementmanagement. Mm. Event manager. Oké. Echt totaal. Je hebt echt voor alles wat gedaan. Ja. Ja, nog steeds doe ik dat in het leven. Ja, ja. Leuk. En jij? Grappig. Ik begon met VWO. Toen begon ik ook te puberen, ging naar HAVO. Maar het was lastig, want ik deed dus topsport. En ik moest 's ochtends vroeg trainen. En elke dag of 4 keer in de week. En ja, dat ging een beetje ten koste van mijn schoolwerk. En zwaar voor zo'n jonge meid. Ja, ik, ja. School en topsport. Ik had best wel strenge ouders ook. Dus ze vatten een hele hoop van mij. maar toen was ik afgeschaald naar HAVO. Heb ik het niet gehaald, moest ik de FAVO doen. Een paar vakken economie of zo. Ja, had ik helemaal geen feeling voor. Ik snapte gewoon niet wat hij uitlegde. Ja, dan zit hij een beetje grafiek uit te leggen. Ja, weet ik veel. Wanneer heb ik dat nodig? Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat uiteindelijk wel gehaald. Toen ben ik bestuurskunde gaan studeren. Freaking saai. Maar ja, ik was super geobsedeerd door politiek. Vond ik hartstikke leuk. Ministerie gewerkt, Tweede Kamer, Defensie. Ja, zo. Ja, joh. De meis ken wel wat, jongen. Ja. Ja, toen militaire wetenschap gestudeerd. Toen uiteindelijk... Zo. Ja. De meid heeft wel brains. Ja, toen 3 jaar gediend bij Defensie. Zo. Avond gestationeerd gezeten, Luxemburg. Maar besef gewoon, hè? Je hebt echt voor alles wat gedaan. Is er dan toch de druk bij Hooli Girls dat het niet zo naar voren komt als we een kennistest doen? Een kennistest? Ja, maar even serieus. Ja. Sorry. Quiztesten. Ja. Weet ik veel, ja. Sorry, als we dat soort challenges gaan doen, nou, dan laat maar. Weet als je, we Marie, een quiz doen. Marie, ik weet het niet. Point binnen. Yes. Oh, sorry. Marie, die speelt altijd 30 seconds of zo in die. Die heeft de kennis van hier tot Tokio, ja. Ik ga hier gewoon echt Zwitserland zijn en eerlijk zijn. Maar Marie, echt. Ja, maar, jij kilt die kennistesten wel echt enorm. Ja. Jij was aan het spijbelen, dit is de studiebol. Ja, maar het lijkt... Ja, ik weet niet. Van die feitjes waar je niks aan hebt, die onthoud ik. Daar ben ik van. En hoeveel hoeken heeft een dodecagon of zo, vroeg je mij de vorige keer. Weet ik veel, wie weet dat nou? Soms zijn het echt van die hele simpele vragen. Nou, die vond ik niet simpel, hoor. En dan denk ik, wauw, Jane. Dit is echt gewoon, hoe kan dit? Ja, ik kan me ook even niet voorhalen. En jij verrast mij weer daarin tegen met echt dat ik denk van, hoe weet jij dit? Ja, random feitjes waar je niks aan hebt. Of random dingen dat ik denk van, hoe dan? Maar naast dat jij dus ook begonnen bent op het VWO, jij hebt ook op het hoogste niveau... Hoe zeg je gezwommen? Dat? Gezwommen, ja, toch? Ik deed topsport, de wedstrijd zwemmen inderdaad. Ja. Ik heb NK's gezwommen. Superleuke tijd, zwaar ook. Je bent natuurlijk een jong meisje, je zit nog in ontwikkeling. En ik had hele strenge ouders. Die verwachten natuurlijk ook het een en ander van je. Asian parents. Ja, of course. En die verwachten dat je de gouden medaille haalt, maar ook dat je goede cijfers op school haalt. Ja, hoe oud was ik? 12, 13, 14, 15? Ja, ik woon gewoon thuis voor de buis Sintje en kijken of zo, snap je? Totally Spice, ja, dat zat er bijna niet in. In de ochtend inderdaad trainen, 2 uur, 1,5 uur en dan naar school. Het ging in ten koste van mijn cijfers, waardoor ik ook naar de HAVO afstroomde. En je sociale contacten om eventueel vriendinnen te maken of met vriendinnen te zijn, lijkt me. Ja, misschien mede daardoor dat ik niet zoveel vriendinnen had, inderdaad. Ja, is toch niet zoveel tijd om te bonden. Ja, maar dat hoor je vaker, hè, van jonge kids die al op die leeftijd aan topsport doen. En ik weet nog de eerste keer dat ik jou zag zwemmen, ik dacht van wow. Mm. Ik stond langs de kant en waren toen aan het draaien, die aflevering. En ik zie jou onder water gaan. Geboeid. Geboeid. Moest onder water wat opduiken. Zo. En het ging zo... Ja, echt.
het was ik echt deed een dolfijnbeweging naar voor de mensen die luisteren. Ja. Ja, het is een soort van prestatiedruk waar ik altijd een beetje onder leed. Ja? Je moet je ouders natuurlijk tevreden houden, maar je wilt zelf ook presteren. Want jij wil zelf ook die gouden medaille halen en niet brons of zilver. Want ja, dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Maar ja, goud is toch wel hetgeen wat je wilt. Ja. De eerste plek. Zo, ik begin jou steeds beter te begrijpen ook waarom jij zo hard altijd gewoon voor de winst wil gaan. Marie ook, maar jij wilt altijd wel net iets harder gaan, zeg maar. Ik denk dat ik zo zeg maar een beetje ben opgegroeid, denk ik dan. Altijd willen winnen. Ja. Beetje presteren, altijd goud. Ja, ik denk dat... Waarom was dat belangrijk? Dat gevormd. Ja, maar waarom was dat belangrijk vanuit huis, denk je? Dat nou ja, altijd moeten presteren. Nou ja, ik had best wel strenge ouders. En mijn ouders hadden niet breed. Niet breed, maar wedstrijdschermen was echt knijterduur. En ik wist destijds niet dat het een hele dure sport was. Maar ze hebben me wel altijd laten zwemmen. Nu kan ik dat heel erg waarderen, dat ze dieper in het zakje hebben gekeken om toch mijn contributie te betalen voor het zwemmen. Alleen toen had ik heel erg de druk van, oké, mijn ouders zijn zo streng, want tweede plek is niet genoeg voor hun. Weet je wel, derde plek is niet genoeg voor hun. En dan kwam ik thuis en zei mijn moeder, heb je de derde plek gehaald? En toen dacht ik, oh. Ja, ging je moeder er zo Ja, dat is al een keer voorgevallen inderdaad. En dus ja, sindsdien ben ik wel echt beter mijn best gaan doen en harder gaan trainen. En ja, dan ging het maar ten koste van school, weet je. Je wil gewoon je ouders trots zien. Die druk had ik gewoon heel erg. Het is natuurlijk hartstikke... Maar hadden ze dat dan liever, dat die de focus lag op het zwemmen? Of nou, een beetje op beide. Eigenlijk op beide. En ik moest allemaal 9 en 10 halen op school. En echt de medaille. En mijn vader was natuurlijk hartstikke trots op mij. Het maakte hem nou uit of het de derde, vierde, vijfde plek is. Maar mijn moeder was wel... die zag mij een soort van als een pronkstuk of zo, denk ik dan. I don't know. Ja. Ja, ik praat onderwerpen tijdens feestjes. Ja, I don't know. Ja, maar nu heb ik zoiets van, oké, mijn ouders hadden helemaal niet breed vroeger. Waarom hebben ze mij op zwemmen gezet, weet je wel? Dat kon ze helemaal niet betalen. En nu je een stukje ouder bent, heb je het er wel eens met je moeder over? Wat dat toen met jou deed? Nee, gek hè? Nee, dat zijn gewoon dingen in een gezin. Die accepteer je dan, denk ik, gewoon. Wat als je moeder dit nu ziet, zeg maar? Ik denk dat we daar gewoon over op kunnen praten. Ik ben gewoon een volwassen vrouw nu. Inderdaad zijn er wel gewoon gesprekken geweest van luister. Wat verwacht je nu? Maar goed, ja. Ja, dat zit gewoon in een gezin, weet je wel. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren en praat je dan niet over. En dat is dan een soort van normaal, denk ik. Ik snap het ook wel ergens. Zeker ook dat super lastig kan zijn. Die prestatiedruk, als je dat voelt vanuit je ouders. Ik heb het op een bepaalde manier gevoeld, maar vooral zelf gevormd, merk ik. Oh ja. Mijn ouders hebben nooit zoiets gehad van, hey, want ik voetbalde op het hoogste niveau. En dan telt ook maar één ding en dat is winnen. Ja. En ja, je kent niks anders dan winnen. Tenminste, voor mij is het altijd heel belangrijk om te winnen. Maakt niet uit wat voor spel ik meedoe. Ik moet gewoon winnen. En bij jou zie ik dat wat minder is, zeg maar. Als ik het zo tussen mij en Jane en jou vergelijk. Het scherpe randje zit er wel een beetje bent echt, dan. Jij kan ook best wel gewoon relaxter naar huis gaan. En gewoon een fijne dag hebben gehad. En het gezellig hebben gehad. I'm here for the moment. Daar kan ik echt wel een soort van jaloers op zijn. Dat is het vooral. Het is, ik vind het winnen ook fantastisch natuurlijk. Maar het is ik vind alles. De hele ervaring meer fantastisch. Dat is het hem denk ik meer. En bij jou, jij kan natuurlijk winnen in een team. Dus je doet het samen met mensen. Ik was in mijn eentje. Snap je? Ja. Ik had niemand. Je bent individu en er is maar één eerste plek. Ja. Dat is zo. Ik begin echt steeds beter te begrijpen, joh. Nu, echt, dat meen ik echt. Na al die jaren denk ik van, nu begrijp ik waarom... Bijna 5 jaar. Ja, nee, maar... Ja, natuurlijk, wij kennen elkaar inmiddels natuurlijk ook al wel. Maar dat ik denk van, oh ja, dit komt bij jou daar dan vandaan. Waarom jij soms ook, ook buiten de lijntjes voor de winst gaat. Dat kan ik gewoon stiekem Marie, kan ik dat wel waarderen op die manier, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ik snap je wel beter te begrijpen. Want, weet je, dingen vormen rond die leeftijd, je weet, karakter van nu. En dat zo zie je maar door de dingen die je toen en deed. Dat Asian parents. Ja. En je bent jong, je bent nog in ontwikkeling. Dus wat weet je nou van de wereld? Ja. En je gaat maar doen wat van je gevraagd wordt en wat van je verwacht wordt. Ja. Eigenlijk een beetje, toch? Ja, en ik was helemaal alleen daarin. Je hebt natuurlijk je teamgenoten. Klopt. Ik had niemand. Nee. Niet mijn coach. Hoe waren ze er thuis over? Wat zeg je? Hoe waren ze er thuis over bij jou in je topsport? Nou,
ik vond het vooral heel belangrijk om, om te winnen. En ja, van, mijn moeder was altijd, oh, weet je, zorg in ieder geval dat je weer veilig thuis komt. Ja, en ja, ik zorg wel voor het waar. Zij was heel zorgzaam en ze is heel zorgzaam. Dus het, ik voelde niet die druk zoals bij Jane van, oh, ik moet met de winst naar huis komen of zo. Maar mijn moeder zag al vrij snel bij de deur of ik had gewonnen of niet. Ja, zeg maar al meteen. Oh, ja. Weet je, want ik was echt niet, je moet echt niet aan mijn hoofd komen lullen als ik heb verloren met voetbal. Echt niet, echt niet. Maar gelukkig kwam dat ook ja, niet zo vaak voor, want we wonnen wel heel veel. Dus, oh, dat is ook wel lekker dan. Goede herinneringen. Ja, moeten wel. Ja, ja, goede herinneringen. Neem je altijd maar wel mee. Die prestatiedruk, dat. En het voordeel in mijn tijd was ook wel dat ja, die telefoon. Dat was niet zo'n heel groot onderdeel zoals nu. Klopt. En hoe was dat bij jou? Met zwemmen en... Nou ja, mijn vader die offerde zich een beetje op. Die ging me dan soms brengen. Want ik werd of opgehaald of ik word gebracht, weet je wel. En ik had pas in de tweede klas een telefoon. Wacht, ik ben nog een millennial, kan ik zeggen. Ik had, ja. Welk jaar zat jij in de eerste klas? Van de middelbare? Ik 2011. Zo, dat weet ik echt niet meer. Toen was ik 10 of 11. Volgens mij heb ik ooit op mijn blaadje 2008 geschreven. Zijn we al zo? Zo, mogen we daar even over praten? Ik had scheve tanden. Ik had een unibrow. En ik had haar tot aan mijn enkel. En nu komt de foto. Ja, wat was jouw stilo eigenlijk op de middelbare school? Ja, wat was jouw stilo, ja? Mijn moeder liep me gewoon vrij. En dat had ze af en toe ook niet moeten doen. Weet je, I was so extra af en toe. Ik weet nog dat ik in de tweede klas had ik een groen rokje aan met de panty en naaldhakken. Dat ik dacht, waarom? Haren helemaal in de papillotten gekruld. Zo. En ja, iedere dag was weer een andere dag. Maar in de eerste klas was het echt, ik mocht mijn haar niet knippen van mijn vader. Waarom? Weet ik niet. Ik zeg maar. Ik zei maar gewoon, ja, is goed. En dus mijn haar was echt tot over mijn reet. Mijn tanden waren scheef. Ik had een unibrow. Dus ik ben zo blij met mijn ortho. Ik ben, deze tanden zijn goud waard voor jou nu. Ja. 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 En als hoe zag jij eruit? Hoe zag je het? Ik moet ze heel wat inbeelden gewoon. Ik moet wel even naar je kijken. En denk van, wow. Ik wil misschien wel een foto delen, maar ik moet nog even kijken. Ja, want jij hebt heel veel foto's van vroeger. Ja, heel veel. Veel video's. Ja, klopt. Leuk dat je het zegt inderdaad. Mijn vader die maakte altijd video's eigenlijk van mijn eerste stap. Ik heb eigenlijk een hele cd-set aan videobanden. Of video, sorry hoor. Ik heb een hele set aan video's die mijn vader heeft gemaakt. Van mijn eerste stapjes tot eigenlijk... Tot aan de laatste vakantie samen. Eigenlijk alles staat op beeld en... ik zie mezelf echt opgroeien, wat superleuk is. Eigenlijk altijd voor de camera gestaan op die manier. Oh, en het zijn zulke mooie beelden om terug te kijken. Wat betekenen die beelden voor jou? Ja, alles. Echt een beetje emotionele waarde is dat dan. Ja, je pakt me echt een beetje op een slecht moment. Oh, liefje. Ja, ik wil je echt gaan knuffelen. Maar dat kan niet. Nee. Dus even zo'n knuffel vanaf hier. Wat raakt je nu? Ik zeg, het is ook winter, dus ik zit ook in lastige periode. Ja, mijn vader die is overleden. En ik moet zeggen dat deze winter ik hem echt ontzettend mis. Mm-hmm. En die beelden die zijn heel veel voor mij. Ja, eigenlijk die echt het is een goud waard. Oh, lieve. Jeetje. Nou. Dat keerde even snel. Dat moest er, maar het moest eruit. Ja, dat moest eruit. Goed. Ja, ik moet ook zeggen, deze winters, ik mis vitamine D. En ik zie het ook heel erg om me heen. Ja? Mensen zijn depressief om me heen. Zeg, wat een zware winter. Maar goed. Hebben jullie dat niet? Eerlijk? Hoe is deze winter voor jullie? Hoe zijn jullie in een state of mind? Nou, dit is echt een hele goede. Moet ik ook gaan huilen nu of zo? Nee. Jongens. Nee, ik wil echt niet gaan huilen. Wil je gaat het niet goed met jou? Ja, ik zit je aan te kijken. Dan vind ik het heel moeilijk om te schakelen. Omdat het is... wat gebeurt hier, joh? Oh. Ik weet niet wat nu... Dit is echt kut. Nou, neem jij... Wil je leven stil? Maar wat gebeurt ik ben gewoon in shock. Ik heb nog nooit dit meegemaakt. Nee, weet ik. Maar wat, zij begint nu ook over de winter. En ik zie haar zo en denk van ja, het is echt
best wel een pittige winter. Ja. Toch? Ga lachen, maar ja. Er gebeurt zoveel. En nu ik jou dan ook zo zie, denk ik van ja, goed dat je dat ook zo deelt. Want het is echt wel een... Toch wel een pittige winter. Ik merk bij Jane helemaal niet. Oh, sorry. Mag ook, bij hè? Jane helemaal niet. Gewoon. Goed met haar. Nee. Maar verder, ik ben heel dankbaar. We zijn gewoon gezond en alles. Maar absoluut. Er gebeurt heel veel. En dan kijk ik haar en denk van ja, ik zie jou altijd gewoon wel gewoon stralen en gezellig doen en alles. Maar zie wat erachter schuilt, weet je. Dat is niet alleen bij jou zo hoor. Echt niet. Ja. Je zegt het al. Heel veel mensen heel om veel je heen. Mensen. En dat geldt ook voor mij. Ja, dus ja. Voel je daar ook zeker niet alleen in. Ik zie, het lijkt wel alsof deze winter ook heftiger is bij de mensen om me heen. Ik weet niet. Ja, zeker. Of het in de lucht hangt. Ja, ja tuurlijk. Kijk, als je alleen al kijkt wat er allemaal gebeurt om de wereld. Op de wereld ja. Om ons heen. Je opent je social media en het is gewoon ja. Een bak gewoon aan ellende. Ja. Ja. En dat krijg je gewoon natuurlijk ook mee. Zeker. Ja, en dat... vitamine D tekort. Mm. En alles erop en eraan. En ach. Ja, en het is natuurlijk kerst en oud en nieuws geweest. Dus de leuke periode is achter de rug. Ja. Ja. Maar we houden het gewoon positief. Kijk, jij zit helemaal... Ja, sorry, ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet zeggen. Dat geeft niks. Dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb nog nooit dit zo meegemaakt. Zeg maar. Ja. En we zijn er ook zo weer uit. We zijn er ook zo weer uit. Hoppakee, we moeten door. Nee, maar het is wel echt mijn leefmand vasthouden. Nee, die van mij zijn een beetje zweet. Wil je gaan bidden? Nou, ik weet niet zo goed wat ik... Nee, maar hoe voel jij je? Hoe voel je je nu dan zelf in deze winter? Je ziet wat het met ons doet. Je ziet er goed uit. Ja. Ik zeg eerlijk. Nou ja, ik kom net uit de Canarische eilanden, maar ik wil niet... Wat heb je dan gedaan? Maar gaat het verder goed met jullie? Jazeker, ja? Zeker. Ja. Ja. Sure? Ja. Wil je even erover doorgaan of wil je... Nee, dat was het. Ik vind het wel moeilijk om jullie zo te zien. Ik heb wel ook gewoon een hart. Nee, maar het is gewoon niet... Weet toch, dit gebeurt gewoon zo. Mm-hmm. Ja. Oh, het is de winter en... Menselijk. Menselijk, ja. Ja, zeker. Menselijk. Zeker. En we zijn nu niet aan het acteren of zo. Nee. Toch? Nee, de tranen zijn... Maar vertel, jij, hoe is jouw winter? Nou ja, ik was in de Canarische eilanden natuurlijk. Ja, vitamine D, dat is niet tekort. Dat is het, vitamine D. Snap je? Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had het wel zwaar hoor. Ik was er niet voor vakantie. Ik heb meegedaan aan een tv-programma. Internationaal tv-programma. Ja, Wat mag je erover kwijt? Wat mag ik erover kwijt? Het heet Discovering Canary Islands, waar 8 landen deelnemen. En waar we met z'n allen op zoek gaan naar het 9e eiland, San Borondón, door middel van allerlei challenges. En elk eiland wordt iemand weggestemd of je hebt een talisman voor immuniteit. Perfect. Ik mag helemaal niks spoilen natuurlijk. Maar wat kunnen we verwachten van Jane? Ja. Heb je vrienden gemaakt? Ik heb zeker geen vrienden gemaakt, vriendin. Hier en daar boten het niet helemaal lekker. Hoe is dat de vraag? Geef ze zes jaar. Heb je vrienden gemaakt? Geef ze 6 jaar. Als je kunnen. Geef ze 6 jaar. Ja, nee. Wat mag ik over kwijt? Ik ben heel ver gekomen. Dat mag ik alleen zeggen. En ik heb met wat landen ruzie gemaakt, ja. Ja. Oh ja, het is natuurlijk gewoon met andere landen ook. Je pakt het nu internationaal aan. Ik represent de Netherlands, maar inderdaad. Betekent dit dan ook dat we dan Engelse ruzies gaan zien en zo? Engelstalige ruzies en zo? Alles was in het Engels en mijn British kwam omhoog. You freaking bastard! Fuck you! Alleen al daarvoor. Oh. Ja. Ik kan niet wachten. Ik moet dit zien, maar inderdaad. Ja, maar ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn British, ik had het in mij, denk ik. Jij hebt zoveel alter ego's dat die kant is opgestaan. Ja. Oh, ik ben nu al benieuwd. Het was ook een moment dat ik zeg maar deed alsof ik niet wist dat ze ruzie had met mij. Ik heb met een bepaald persoon heb ik ruzie in het programma. Okay. Met 2 eigenlijk, maar in dit bijzonder 1. En, en ik deed gewoon... ik deed best wel gemeen, maar ik was niet een bully. En she said, well, she probably jealous of me. I said, jealous of what, bitch? What? Of what? Ja, zo gaat het dan. Ja, dat is de toon. Ik kan niet wachten. Nou, dus ik heb al met al gewoon een leuke winter gehad. Los van jullie, excuus daarvoor. Ja, nee, maar daar ben ik ook blij mee om te horen dat het niet met iedereen kut gaat. Mm. Want, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zie ook bij mensen om me heen. Het is inderdaad, het regent tering veel sinds de zomer. Ik heb geen dagje zon gehad. En iedereen heeft ook zieke persoonlijke situaties. Wat helemaal misloopt omheen. Wat gebeurt er met het universum?
En jij bent ook nog eens weegschaal. Oh, dus dan, hoppakee. Ja, ik loop die ballen maar te gooien in de lucht. En ik kan niet eens jongleren. Dus je ziet het, het gaat fout. Maar goed, ik ga... Je bent helemaal niet in balans. Nee, ik ben helemaal niet in balans. Uit balans. Ik ben momenteel uit balans. Maar ja. Weet je, de kortste dag is al voorbij. Dus we gaan werken naar weer wat meer zomer. Sunshine. Ja, ja. Maar ben je dan nu... Ik denk dat het nu sowieso wel extra belangrijk is om goed te drinken in deze tijd. Ja. En ook echt lief zijn voor jezelf. Weet je, gewoon fruit... lekkere dingetjes eten. Ook vitamintjes binnenkrijgen. Mm-hmm. Omdat we nu minder vitamine D binnenkrijgen. Zoek je sociale... Zoek je sociale contacten op. Het wordt ondertiteld. Ja. Nee, ik denk het ook. Je moet de gezelligheid opzoeken. Nee. Ja, sorry. Dit, hè? Nee. Sorry, hoor. Helemaal stuk niet op. Oh, nee, maar ik voel het echt helemaal. Maar ik wil niet zeggen dat het kut gaat. Dat niet. Maar nee. Het is, ik merk het gewoon en ik voel het gewoon heel erg om me heen. Het is veel. Heel erg om me heen. En ja. dat krijg je gewoon hoe dan ook binnen. Ja. Maar dat is het leven en dat hoort erbij. En uiteindelijk kom je er toch wel weer uit. Zo is het. Ja. Zo is het. 100%. Nou, laten zullen we einde eraan breien, ja. Volgende week verder? Zeker. Ja, heb zeker. Je nog zin ik ben in? Ja, ik ben niet uitgepraat, nee. Zeker niet. Dan zijn we er volgende week weer en dan leuk, ben ik benieuwd. Ik vind het echt leuk. Ja? Ja. We lijken met bijna vriendinnen. Nou, ik word er helemaal zenuwachtig van als jij dat zegt. Maar heel leuk dat je het zo ziet, sowieso. En wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd welke thema's we hier nog meer aan tafel moeten bespreken, toch? Ja. Laat het weten hieronder in de comments en... Ja. Misschien is het wel leuk om een keer een casus van een kijker op te lezen. Dat is een hele goeie. Ja. Een probleem of iets waar wij misschien wat advies over kunnen geven. Oh my god, spannend. Advies van Jane. Nee, superleuk. Laat het weten hieronder in de comments. En dan zien we jou volgende week weer samen met de Hooligirls. Ciao! Ciao.